Yo, kijkers van Kwartier van Zeeën. Vandaag gaan we een crossbord challenge doen. En dit is een speciale crossbord challenge. Want vandaag ben ik met Glowmovies! Kennen jullie Glowmovies al? Want hun kanaal staat ook in de beschrijving. Ja, ja. En voor de mensen die ons nog niet kennen, ik ben Rick. En ik ben Jesper. Ja. Van de Klaarke Glowmovies. Ja, wij zijn dus Glowmovies. En ik ben Duur. We mogen alle drie 10 keer schieten en wie dan het meest heeft geraakt, die wint. Poging 1. Oeh, dat kwam al in de buurt. Poging 1 voor mij. Wij zijn Jesper vergeten dat hij de lat moet raken. Maar ja. Ik zal het wel één keer doen. We hebben alle drie niet geraakt, dus nu poging 2. Alweer eroverheen. Ik kwam wel in de buurt hoor. En nu ga ik gewoon echt laten zien hoe het moet. Want ja, let op. Jesper, je moet een lat raken. Je moet je onderste lat raken. Ik maak gewoon een trekshot. Yeah. Weer alle drie niet geraakt, dus hier poging 3. Oh, bijna! Moet je wel zeggen, bijna. En nu? Nu komt het. Ja, dat zei je net ook al. Dat zei ik net ook, maar nu ga ik het echt doen. En ja, alweer alle drie niet geraakt. Poging 4. Vijf keer op scheepsrecht, zeggen ze altijd, toch? Jawel hoor! Oh. Vijf keer was toch wel scheepsrecht. Nou, ik hem ook geraakt, anders. Bijna! Nu heeft alleen Jasper geraakt. Nou, nu moet ik. Ik moet Rick nog. Oh, bijna! Oh, jij. Ik zal het wel laten zien hoe het moet, man. Dank je, hè. Mijn beurt weer. Dan ga ik echt op het gevoel. Nu heeft niemand geraakt. Maar ga ik nu wel doen. Bijna! Nu ga ik gewoon een hele halve aanroepen. Oh, bijna! Ik ga met mijn linkspoor even proberen, want denk ik toch wel gaat helpen. Denk het toch bijna. Dat scheelde zo klein mee. Weer niemand geraakt. Nu bijna wel. Bijna is goed. Ik had bijna geraakt. Nu poging 8. Ik vind het gewoon oprecht moeilijk. Oeh. Nu komt het een heel speciaal. Ja, helemaal aan het kijken.
Dit gaat niet goed komen. Was je Was hij echt raak? Ja. Echt? Ja. Ik zag echt niet. Ik moet het maar. En dan moet jij nog. Dit was eigenlijk gewoon niet normaal, want hij had een jas over zich heen. En hij raakte de kruising. Nu heeft alleen Rick geraakt. Nu moet ik alleen nog. 3, 2, 1. Ja, die gaat toch over. Ja, kom op. Maar ja, als het net gelukt heeft, lukt het gewoon nog een keer. Als ik nou weer raak, hè. Die ligt bij de buren. Laatste poging, nu moet ik hem raken. Nu gaat het nog tussen ons twee, want wij hebben allebei één keer geraakt. Maar oprecht ben ik beter. Ja, nee. Jawel. Ja, nee. Ik ben beter, dus moet je het laten zien? Ja, zie maar. Ja, ik niet. Of je niet in de buurt kwam? Nee. Wel. Ik raak toch. Kom op, je kan het. Oh, die zat echt. Nee, ik was wel dichterbij. Ja, die voor mij was dichterbij. Nee, dan gaan we terugkijken naar de herhaling. Nee. Ik heb helaas niet gescoord, maar Rick en Jasper wel. En nu gaan we een shootout doen, want het is 1-1. En nu moeten ze op mij gaan schieten. Ik weet niet of dat een goed idee is, maar goed. Wie nou Tuur raakt, heeft gewonnen. Nee, ik heb helemaal niet tegen Tuur aanzien. Maar ja, als Tuur het zelf zegt, ja, dan. Ik heb te luisteren natuurlijk. Ja, dat zal wel goed zijn. Ben je er klaar voor? Nee. Ik denk dat het moeilijker is dan te lat hoor. Tuur is een bewegend voorwerp. Ja. Yes! Ja, ik mag nog, hè? Ik mag nog. Oh ja, nee, ik mag eigenlijk nog. Hey! Oké, Jesper heeft gewonnen. Applausje. Nou, Jesper heeft gewonnen en nu moeten wij een ezel nadoen omdat wij verloren hebben. Oké. Ja. Nou, Jasper heeft gewonnen. Yes. En wij moesten een ezel maken. Ja, dat was ook wel leuk. Ik een unicorn. Ja. Maar ik weet niet hoe zo'n beest doet, dus. Jij had twee ballen vast en je liet hem onderweg vallen. Ja, zo'n unicorn toch? Ik hoop dat jullie deze crossbar challenge leuk vonden, want vandaag was ik met Glow Movies. Ik vond het wel leuk hoor. Ik ook. Ik vond het wel leuk. Ja, al de ezelnamen. En ik omdat ik gewonnen heb. En ik vond het leuk omdat ik met jullie op mocht nemen aan de crossbar challenge. Oh, wij ook dat we met jou mochten opnemen. Nou, bedankt voor het kijken naar deze video. Doe nog even een like, abonneer, reageer en dan zie ik jullie de volgende keer. Later! Aju! Jongens, leuk stikken in jullie. Ik ben Rick. En ik ben ze. En vandaag doen we een Q&A. Hey. Oh, natuurlijk. Hoe doe jij hier? Ik kan meedoen. Oh, ik ben morgen. Dat is heel leuk.